allemaal, welkom terug op mijn kanaal voor een nieuwe empties video. Mijn empties bakje hier naast me zit weer goed vol. Ik wil zeggen dat ik echt al mijn best heb gedaan in maart. Maar zoals je ziet zitten er ook wat grote kleppers in, dus daar heb ik veel tijd en energie in steken. We zullen dan maar meteen beginnen met het haar. Want deze giga flacon is van Joico. Volgens mij heb ik die vorig jaar tijdens de eerste lockdown ergens in maart gekocht. Joico is mijn favoriete kappersmerk en de K-paklijn is ook een van mijn favoriete lijnen. Dat is zo hun herstellende lijn, dus dat is ideaal als je haar gekleurd hebt. Maakt niet uit welke kleur. Of als je haar een beetje beschadigd is. Die hele lijn is daar geweldig goed voor. Dus ik had een duo gekocht. Telkens een liter. Zowel een liter shampoo als een liter conditioner. Ik had dat gevonden op Amazon, dat was een mega deal. Zoals je ziet, letterlijk mega, maar ook figuurlijk mega. Want ik denk dat ik daar iets in de 40 euro of zo voor betaald heb. Voor twee van die grote flacons. Dus ik ben daar meteen op gesprongen. En nu, een goed jaar later, is de shampoo op. De conditioner nog niet helemaal, maar de shampoo wel. We hebben die ook met twee gebruikt. Timo heeft ook de K-pak ontdekt. Dus hij vond het ook wel best een goede shampoo. En er zat nog net genoeg in om een normale flacon van Joico te vullen. Maar dat maakt dat deze dus volledig op is. Ik heb die nog op de kop gezet om zo echt alle restjes eruit te krijgen. En deze morgen toen ik mijn haar waste, toen merkte ik wel dat het echt wel het laatste van het laatste was. Dus ik heb er nog net genoeg uitgekregen om zo twee shampoobeurten te doen voor mijn haar. En dan was het gedaan. Ja, ik vind het een fantastisch product. Fantastische lijn, fantastisch merk. Helaas, voor mij en ook voor jullie. Ik heb nog eens gekeken op Amazon, maar deze geweldige deal die is dus niet meer te vinden. Jammer. Jammer maar helaas. Dus ik kijk verder als ik nog ergens een interessante webshop vind met een goede korting. Dan zal ik jullie daar zeker van verwittigen. Check mijn stories daarvoor, mijn Instagram, @beautylovesbe. Zo'n dingen post ik daar meestal. En dan nog voor het haar, mijn favoriete drogisterij haarspray haarlak. Deze van Got2B, Schwarzkopf, de Too Sexy Volume haarspray. Deze koop ik de laatste tijd wel via Amazon, omdat die daar ongeveer de helft goedkoper is. En dan koop ik er zo'n paar tegelijkertijd, dan heb ik weer een stok aangelegd. Ik heb al vaker gezegd, ik vind dit een heel fijne haarlak voor als ik mijn haar los heb, maar ook als ik in een staart doe of opsteek. Hij heeft de juiste houdbaarheid en hij geeft mijn haar inderdaad een beetje meer volume en body. En ik vind het ook een fantastische kleur. Helemaal vrolijk, helemaal happy. En je ziet die direct tussen al je andere badkamerspulletjes zitten. Zoals steeds heb ik ook wel weer een aantal essentials. Zoals de Park Avenue kwastenspray. Ik denk dat ik daar ongeveer 1 per maand van opmaak. Om mijn kwasten een beetje te verfrissen en proper te maken tussentijds. Dan hebben we nog de tanden essentials. Tandenstokertjes van German. Om zo tussen mijn tanden te gaan. En deze Sensodyne tandpasta. Gevoeligheid en tandvlees. Dat is een iets zachtere formule. Dus dat is extra verzorgend. En wat ik tegenwoordig ook netjes elke morgen probeer te nemen. Zijn vitamintjes. Dus ik heb een hele doos in mijn keukenkast staan. Waaronder deze haarvitamines van Lucovitaal. Ik heb deze een 3-tal maanden genomen. Dus ik heb 3 van deze potjes volledig opgemaakt. Het leuke hieraan vind ik is dat, dat het van die gummies zijn. Ze zijn suikervrij, maar ja, ze lijken op gummies, op snoepjes. En dat is heel fijn voor mij dat je ze gewoon kan kouwen. Ik ben niet zo'n goede tablettenslikker. Ik heb dat ook met medicatie. Als je zo'n hele grote tabletten krijgt om door te slikken. Ik vind dat moeilijk. Dat gaat. Maar het is moeilijk. Minder aangenaam voor mij. Dus toen ik deze zag staan, dat het van die gummies waren, koubare dingen, dacht ik, dat is ideaal. Ze hebben ook een bosbessensmaak, ze zien er leuk uit. Dus dat zijn extraatjes die voor mij de ervaring extra aangenaam maken. Dit waren haarvitamines, niet zozeer om meer volume te krijgen, maar om je haar mooi en glanzend te laten worden. Met een aantal vitamine A, B, C, D, E, jodium, zink. Allee, een aantal goede ingrediënten die dat op allerlei vlakken werken. En die dat er gewoon voor zorgen dat mijn haar er een beetje beter uitziet. Gezonder. Niet zozeer dikker. Dat gaat ook niet met mijn fijne haar. Maar ik vond dat eigenlijk wel fijne gummies. En toen was ik gisteren bij Kruidvat. En toen zag ik dat van Kruidvat eigen merk. Dat er ook van die haargummies waren. Eigenlijk
Een beetje dezelfde vorm, dezelfde kleur. Dus toen heb ik die gekocht om die een keer te testen en te vergelijken. Die zijn natuurlijk een pak goedkoper, want van het huismerk van Kruidvat. Dus als die even goed bevallen, dan zal ik jullie ook laten weten in een van de volgende empties video's. Maar dan zou dat misschien nog wel een goede vervanger kunnen zijn voor deze. Niettemin, ook bij Lucovitaal zijn er bij Kruidvat regelmatig zo van die 1+1 acties. Dus als je daarop wacht, dan is dat best voordelig om die in te slaan. Nog meer essentials tegenwoordig in deze pandemietijden. Handgel, van die ontsmettende handgel en handzeep. Ik heb een paar van deze flesjes gekocht bij L'Occitane, de lavande. Lavandel. No. Lavande, dus de handzeep met lavendel. Met essentiële olie, ruikt lekker, is zacht voor de handen. En die gebruik ik dan om de verschillende zeeppompjes in huis aan te vullen. Kan je ook regelmatig in de outlet vinden, dus zeker de moeite om ze dan daar te kopen. En ja, handzeep, dit zijn de pocket bags van Bath & Body Works. Die kan je niet in België kopen, die heb ik meegetjoept vanuit New York. Dit is de Watermelon Lemonade handgel, dus die ziet er roze uit en... Die ruikt ook gewoon heel erg lekker, echt naar watermeloen en limonade en super lekker. Maar vooral zeer, zeer effectief. Er zit 68% alcohol in, wat dus betekent dat het er niet alleen leuk uitziet, maar ook effectief iets doet qua ontsmetting en je handen beschermen in deze bacteriële virustijden. Ik heb sowieso altijd een exemplaar van dit of iets in deze aard in mijn handtas zitten. Maar ja, uiteraard tegenwoordig gaan ze iets sneller erdoor dan voorheen. Ik hoop dat we snel terug naar normale tijden kunnen. Ja, ik had het daarnet over vitamines. Ik had misschien deze ook even moeten laten zien. Dit is CHV en dat is een doosje. Maar ja, je gaat ze nu niet meer zien, want ze zijn op. Maar het was zo'n beetje een juwelendoosje. Dit was een testproduct voor mij dat ik heel interessant vond om ook op de blog te zetten. Dus dat zijn van die smeltblaadjes. Het lijkt een beetje op gelatineblaadjes, individueel verpakt met... collageen met hyaluronzuur erin. Eigenlijk bedoeld om je huid te verstevigen. Want als je gewoon producten met collageen op je huid gaat smeren, ja, dan dringt dat niet altijd even diep door natuurlijk. En dit is een K-beauty product, dus een Korean beauty product. Daar hadden ze dan wat onderzoek gedaan en daar bleek van, ja, als we die collageen en die ingrediënten in zo'n gelatineblaadje zetten en dat wordt aan de binnenkant van de wang gezet... Daar smelt dat, wordt opgenomen, dan gaat dat een veel grondiger effect hebben. En ik was zeer, zeer geïntrigeerd door het type product. Ik vond het ook wel een echte nieuwigheid. Opnieuw voor mij, die niet zo goed met tabletten of zo. Collageentabletten zijn er ook, maar die zijn ook redelijk groot. Dat is niet zo aangenaam voor mij. Dat was zo'n smeltblaadje eigenlijk de ideale oplossing. Je steekt dat in je mond, tegen je wang. En ja, binnen het half uur, zelfs binnen het kwartier, is dat weggesmolten. En... dat was gewoon verdeeld en opgenomen door je huid. Dus dat maakt het eigenlijk een zeer inventieve, leuke, nieuwe manier om collageen op te nemen. Collageen zorgt een beetje voor de stevigheid van de huid. Dat is een lichaams-eigen product, maar naarmate dat je ouder en ouder wordt, maakt je lichaam daar minder van aan. En dan krijg je een beetje verzakking in de huid en ja, gaat alles een beetje hangen. Dus met extra collageen zorgen we ervoor dat die bouwstenen aanwezig blijven. Ik vond dat echt wel een heel fijn product. Natuurlijk, ja, je moet het blijven nemen. Hè? Dus het is niet eenmalig iets en dan forever gedaan. Nee, nee. Je zou het eigenlijk dagelijks moeten blijven gebruiken als je de voordelen ervan wilt. Dus voor mij was het echt wel een heel fijne manier om iets te testen, iets nieuw en daar ook een review van op de blog te schrijven. En ja, op zich vond ik het ook wel een zeer, zeer mooi doosje waarin dat het gepresenteerd werd. Het zag er een beetje, ja, echt als een juwelendoosje uit. Een beetje fancy. Dus een beetje een exclusieve, luxueuze ervaring. Nog meer ervaringen. Deze voetmaskertjes. Hier zat lavendel in, maar ook AHA's, dus fruitzuren. Dus dat was eigenlijk zo'n exfoliërend voetenmaskertje. Zoals ik er ook al van Pathology heb gebruikt. Nu, deze had ik een hele tijd geleden bij de Action gekocht. En ik dacht, ik ga dat een keer testen omdat het hetzelfde is. Was natuurlijk een pak goedkoper, maar... spaar je geld, geef dat hier niet aan uit. Ik weet zelfs niet of dat het nu nog altijd te koop is bij de Action. Dat is natuurlijk het nadeel als je daar iets vindt. Dat is meestal wel een tijdje te koop, maar dan kan het een keer verdwijnen. Deze mocht je echt wel overslaan. Ik kan die natuurlijk vergelijken met Pathology. En die zijn weliswaar duurder, maar die zijn zoveel beter. Als je die rond je voeten doet, binnen de week, ben je echt wel zo grondig gepeeld. En is dat eelt en die dode huidcellen zijn volledig weg. Deze...
Ja, die deed het vooral goed op de hele dunne huidstukjes. Dus vooral zo aan de zijkant en bovenop mijn voet. En in het midden van mijn voetzool. Maar zo de meer eeltstukken, zo aan de hiel en de bal van de voet, daar heeft deze bijna niks voor gedaan. Heeft er ook veel langer over gedaan. Dus dat kwam er ook echt wel zo wat in stukjes en brokjes vanaf. Terwijl ik die van Patchology, ja, die is veel sterker. Je voelt dat ook, vind ik, als dat product aan het inwerken is. Dat die veel meer inwerkt en indringt in de huid. Maar die is ook veel effectiever. Daar zie je echt het verschil. En binnen de week zet je daar in principe vanaf. Dus helaas, dit is een klein beetje een fail. Maar kijk, ik heb hem getest. Ik kan u ervoor waarschuwen. Dus bij deze, je weet wat je niet moet kopen. Een aantal travel size of discovery size skincare productjes. Ik denk dat twee ervan uit mijn Cult Beauty adventkalender komen. En eentje had ik al uit zo'n Space NK gift with purchase. Zo'n hele doos met testproductjes. Deze van Caudalie, denk ik, is van die Space NK doos. Dat is de firming serum met resveratrol. Dus dat is een ingrediënt dat in druiven gevonden wordt. Het is echt wel een beetje een anti-aging product. Een serum. Maar het was geen lopend, vloeibaar of waterig serum, maar eerder een crèmeig serum. Dus tegelijkertijd ook wel een goede voeding en hydratatie. En hoewel ik het een aangenaam product vond en ik meestal de skincare van Caudalie zeker wel oké vind, ja, weet ik het zo niet. Ik was er niet door omver geblazen. Ik zal het zo zeggen. Het was een degelijk goed serum. Maar ik denk niet dat het echt lang gaat blijven hangen in mijn geheugen en dat ik andere dingen ga proberen. Dus fijn om te testen, maar niet zozeer om te kopen deze. Het tweede serum is van Dr. Dennis Gross. Dus zoals ik zei, van mijn Cult Beauty adventkalender. Dus dit product kan je ook full size daar kopen. Dit is een Stress Rescue Super Serum. Dus met superfoods om je huid te ontspannen, te relaxen. Om ervoor te zorgen dat je huid terug in balans komt. Een serum dat je zowel 's morgens als 's avonds kan gebruiken. Niks te hard, te invasief. Eigenlijk wel een heel zacht serum. Ook dit was meer een melkachtig serum. Ik denk dat je het nog een beetje kan zien in het pipetje. Wel fijn dat er ook een pipetje bij zat. Is gemakkelijk om met hygiënisch te werken. Maar, ja, het heeft zo een bepaalde geur. Een beetje kruidig, maar niet het goede kruidige. Niet echt heel aangenaam. Niet dat je daarvan begint flauw te vallen of kokhalzen of zo, maar ja, het is niet het meest aangenaam ruikende serum. Op zich vind ik dat niet zo erg. Als het werkt, dan werkt het en dan kan ik er zeker wel tegen. En uiteindelijk vervliegt die geur redelijk snel. Maar laten we zeggen dat het niet de meest aangename sensoriële ervaring is. Dus ook deze, aangenaam serum, goed herstellend, voedend. Ik zie inderdaad dat mijn huid er kalm van wordt. Maar om anti-stress te zijn, vind ik de geur net niet helemaal dat. Niet echt aangenaam genoeg. De geur van deze daarentegen, dat is de Glow Recipe Banana Soufflé Moisture Cream. Ja, zoals de naam doet vermoeden en zoals ook de verpakking doet vermoeden, is dit een product dat bananen bevat en daar ook heel erg lekker naar ruikt. Dus ook de crème zelf is meer een vloeibare, lopende gel crème. Die zag volledig geel en terwijl je die opsmeerde, ja, had je dus inderdaad zo'n bananengeurtje. Nu weet ik niet of ik echt per se naar bananen wil ruiken, 's morgens vroeg. Ook deze denk ik dat niet per se heel snel een heraankoop wordt. Maar los daarvan rook die op zich wel lekker. En was die inderdaad heel hydraterend. Het was een heel fijn productje. Werkte ook perfect 's morgens als een soort van basis voor de make-up. Als een soort van primerke. En gaf mijn huid inderdaad een kalmerende, hydraterende werking. Dus heel fijne tester. Opgebruikt met heel veel plezier. Maar het is nu niet dat mijn gezicht echt naar bananensoufflé moet ruiken. Op mijn lijf vind ik dat iets anders. In mijn haar ook. Je hebt zo van die bananenhaarproducten van Garnier. Die vind ik geweldig. Maar op mijn gezicht, ja, dat matcht zo precies niet. Daar heb ik liever andere geuren. En dan denk ik van fruitgeuren. Haar en lijf, oké. Maar voor mijn gezicht liever wat anders. Liever wat anders op mijn lijf. Dat zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn. Dat is L'Occitane. Het is wel een limited edition, helaas, van de laatste kerstcollectie. De Honey Harvest Body Lotion. Ultra Soft Cream heet het. Met 10% karité en zo'n bedwelmende, zalige honinggeur. Oh, ik wou dat je dit kon ruiken. Smell-o-vision, dat zou op dit moment echt fantastisch zijn. Dit is luxueus. Dat was een hele fijne textuur. Zo'n beetje smeuig. Geweldig. Heel fijn om te gebruiken. Ik heb deze in de outlet gevonden in Roermond. En ik denk dat die ook in Maasmechelen Village stond. Dus als je nog naar een outlet geraakt,
zeker deze meepakken. Echt waar. L'Occitane brengt regelmatig honinggeuren uit. Nooit in het vaste assortiment, altijd limited edition. Maar als je er ziet, en zeker in de outlet, inslaan. Mijn Holy Grail reiniger. In principe zou ik zeggen, voor reinigers, ben niet echt trouw, kan van alles gebruiken. En ik doe dat ook. Maar deze van Oskia, de Renaissance Cleansing Gel, die heeft mij echt zodanig overtuigd. En ik heb al ettelijke van deze flaconnetjes gekocht. Het is niet zo goedkoop, daarom dat ik die regelmatig afwissel met andere goedkopere reinigers. Maar als ik er maar eentje mocht kopen, de rest van mijn leven, dan zou het deze zijn. Dus het is eigenlijk een soort van gel die je eruit pompt. Dus ook heel hygiënisch, heel fijn om te gebruiken. En op het moment dat je die begint in te masseren, verandert die naar een meer olieachtige substantie. Ruikt super lekker. Er zit vitamine A, C, E in, omega 6, pompoenenzymes, kamille en roos. Oh, zalig. Echt zalig. Die pompoenenzymen zorgen ervoor dat... Ja, hoe langer dat je dat laat inwerken, hoe beter natuurlijk. Maar die zorgen ervoor dat de dode huidcelletjes lichtjes worden verwijderd. En op het moment dat je dan die reiniger afspoelt, is je huid gewoon proper, wakker, opgewekt, gevoed, maar ook ja, verfrist. Ah, geweldige reiniger. Het enige nadeel, dat heb ik al vaker gezegd, deze verpakking is gewoon solide, wit. En je bent aan het pompen en je hebt niet echt het idee van waar zit ik zo ongeveer. Ik weet wel dat je meer en meer aan het gebruiken bent, dus dat die op een dag op is. Maar deze flacon, hoewel dat die leeg is, heeft nog altijd een bepaald gewicht. Dus dat maakt het heel erg tricky om te weten wanneer die effectief op is. Dus op een gegeven moment ben je aan het pompen, komt er niks meer uit, grote verrassing. En dan blijten als je geen backup hebt. Nog een hele fijne voor de huid. En je gaat zien hoe fijn dat ik die vond, omdat ik die heb opengesneden om de laatste restjes eruit te halen. Dit is er eentje van Clarins. Dit is de Gommage Exfoliant of Exfoliating Body Scrub. Daar zitten dus hele fijne korreltjes in, die dat je op je droge huid kunt beginnen uitsmeren. En het is echt een gommage, dus hoe meer dat je wrijft, masseert, hoe meer dat dat verdwijnt en hoe beter dat dat dan de dode huidcellen van op je armen en benen en zo meeneemt. Ik weet niet of je het gaat kunnen zien, maar ik denk, jawel, daar. Die peachy roze substantie daar, dat is hoe dat de crème eruit ziet. Die is heel rijk, voedend, dus heel grondig. Maar tegelijkertijd laat je huid niet gestript achter. Nadeel is dat er zo ja, klein beetje achterblijft. Dat ik heb geprobeerd om dat eruit te knijpen. En toen dacht ik, pak gewoon de schaar, ik snij dat open. Ik steek mijn vinger erin en ik haal de laatste restjes eruit. Geweldig product, zeer effectief, zeer aangenaam. Ja, Clarins heeft echt wel topproducten voor het lijf. En dit zorgt gewoon voor een hele gladde huid. Ook ideaal voor zo de bolletjes van achter op je arm, de keratosis pilaris, waar ik last van heb. Maar die ik dus heel goed onder controle kan houden met een goede scrub en dan een goede hydraterende crème. Last but not least, 3 make-up productjes. Jawel, 3. Dat gebeurt niet vaak, maar kijk, ook ik gebruik mijn make-up op. De eerste is van Bobbi Brown. Dit is een Longwear Waterproof Liner in de kleur Hazy Brown. Die kocht ik ook in de outlet met het idee van, ja, ik wil geen zwart potloodje voor onder mijn ogen. Ik wil zoiets met een klein tintje erin. Donkerbruin, maar geen warme ondertoon, want dan wordt het wat te rood. Dus ik moest echt een cool potloodje hebben. En deze was zo een twist-up potloodje, maar zoals je kunt horen, heb ik die volledig open getwist. Er zit niks meer in. Voordeel is dat je deze nooit hoeft te slijpen. Maar ja, op een gegeven moment is die ook op en dan ja, heb je pech. En ik had ook inderdaad pech, want ik kon die zo nog net gebruiken en ik had geen backup. Dus ik heb intussen een nieuwe gekocht. Wel niet meer dezelfde, want ja, outlet, dus limited edition, niet meer te vinden. Deze was wel ietsje droger, niet zo creamy. Voordeel is dat het dan niet gaat uitlopen onder de ogen. Nadeel is dat het soms net wat te droog was. Dus ja, dat je toch ook een beetje voorzichtig moet zijn met die tere huid die je onder de ogen hebt. Niettemin, een fijn potloodje in een goede kleur. Fenty Beauty. Dit is de Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Ik heb de kleur 185. Een geweldig goede match voor als je mijn taai hebt. Fenty is op dat vlak heel erg inclusief. Die hebben zeer veel kleuren, hele goede ondertonen en hele goede beschrijvingen op hun website. Dus voor ik deze kocht, heb ik zitten zoeken en kon ik eigenlijk bijna pinpointen dat ik 185 moest hebben. En toen ging ik met mijn broer een dag naar Milaan en daar hadden ze een Sephora. En ja, ik liep naar binnen en er was een Fenty stand en ik zeg ja, de foundation moet ik hebben. Dus ik heb ook meteen de 185 gekocht. En dat bleek echt wel de perfecte match. Dat is super handig. Nu weer ook voor de volgende keer. Dit is een mattere foundation.
die zich echt wel kan meten met een Estée Lauder Double Wear. Qua dekking, qua houdbaarheid, heel aangenaam. Voelt niet te dik aan op de huid, maar doet het echt wel heel goed qua houdbaarheid en qua, ja, hoe dat het eruit ziet op het einde van de dag. En daar, ja, daar kun je me echt wel mee krijgen. 32 ml zat erin, dus je krijgt in principe ook 2 ml meer dan de standaard foundation verpakking. Mooie flacon vind ik wel, mat glas, redelijk zwaar, gemakkelijk pompje. In zijn geheel vind ik het wel een hele mooie flacon, ook perfect passen bij de Fenty Beauty, ja, esthetiek, zullen we maar zeggen. Dus ja, als je niet snel je kleur vindt, zou ik je zeker aanraden om bij Fenty te gaan kijken, want die doen echt wel alles. Van licht naar donker en alles ertussenin en verschillende ondertonen. Dikke aanrader deze. Dan hebben we tot slot nog Tom Ford Sheer Highlighting Duo in de kleur Reflex Gilt. Nu, je gaat zien dat deze nog niet volledig op is, maar dat ik wel al pijn geraakt heb, zowel onder als boven. Dit is een limited edition highlighter van ettelijke jaren geleden. En ik begin het nu wel een beetje te merken dat het poeder, ja, dat er niet meer zoveel kleur afkomt. En voor mij, met mijn highlighter liefde, is dat toch wel belangrijk dat ik een goede highlighter heb. Ik ben nog altijd super content dat ik deze gekocht heb. Het is een hele goede combinatie van goud en roze. Je kon die ook mengen of apart gebruiken. Zo mooie highlighters, Tom Ford. Ja, die zijn poeders, zijn super mooi, zowel voor op de ogen als voor op het gezicht. En natuurlijk, ja, je krijgt dan zo de Soleil-verpakking, dus de witte verpakking in plaats van de donkerbruine. De gouden accenten, het mooie kliksysteem, spiegeltje binnenin. Ja, je krijgt eigenlijk alleen maar het product, wat ik super vind. Ik heb geen nood aan die onnodige kwastjes en weet ik veel wat ze er nog allemaal in durven steken. Ik heb mijn eigen kwasten, dus ik kan zoiets echt wel appreciëren. Ik zou deze opnieuw kopen, mocht die terug uitkomen. En ik denk dat dat wel regelmatig gebeurt in een Soleil-collectie, dan zou ik niet aarzelen en deze terug in mijn mandje steken. Voilà, dat waren de opgemaakte producten van maart. Dankjewel voor het kijken. Vergeet jullie niet te abonneren en ik zie jullie heel graag terug voor een volgende video of een volgende vlog. Dag!